And I can't wait till we can break apart the heat. Me, if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. Het vuurwerk bij de Big Bazaar is weer. En ik ben natuurlijk even langs gaan om wat te halen. Zoals jullie zien, het nieuwe pakket. Het stelt eigenlijk niet heel veel voor, maar ik ga het jullie zo allemaal één voor één laten zien. Als eerst heb ik twee keer meegenomen het combi assortie pakketje. En ja, 2 jaar geleden was deze er, vorig jaar helaas niet. En ik ben echt heel blij dat ze weer terug zijn, want dit waren toch wel de pakketjes van de Big Bazaar. Nou, daar heb ik er 2 van meegenomen. Ze zijn 1,65 per stuk. Dan heb ik een doos traffic lights. Die hadden ze vorig jaar ook. Toen heb ik ze niet gehad. Ik dacht, nu voor 1 keer neem ik ze maar mee. Dan heb ik ze toch 1 keer gehad. Nou, die waren 1,19. Vind ik zelf best wel duur. Want volgens mij is dit alleen een fluitje met een groen, rood of oranje licht. Dan heb ik hier een doosje knetterlint. Ze zijn eigenlijk gewoon hetzelfde als vorig jaar. Alleen een andere verpakking. 3 knetterlintjes van 70 centimeter. Dan heb ik hier een doosje groenbloemen. En ik zal die zo even openmaken. En ik zal er zo een ander pakketje groenbloemen bij halen. Want die zijn volgens mij hetzelfde. Maar dat zullen we zo zien. Knetterlint was trouwens 99 cent. En groenbloemen 1,99. Maar aan het eind van deze video zal ik nog even een lijstje maken met alle namen en prijzen. Dus dat zien jullie dan. Dan heb ik het nieuwe fonteinenpakket. Nou, er zit bijvoorbeeld in een crackling fontein en nog een crackling fountain. Dus eigenlijk gewoon hetzelfde, maar dan een cilinder en hier een balk. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet verwachten, want ja, het is kleiner zeg maar dan die gewone. Kijk, dit is een gewone. En dan heb je hier de nieuwe versie, dus dat is wel wat kleiner. En dan heb je zeg maar eigenlijk gewoon alles 2 keer, alleen de ene is in de vorm van een cilinder en de andere is in de vorm van een balk. Ja, nou ja, ik ben benieuwd. Willen jullie nou een compilatie van het Big Bazaar vuurwerk? Laat het even weten in de reacties. En wie weet komt het er wel. Ik dacht eerst dat deze hetzelfde waren als deze. Ze zijn wel allebei van Weco. Maar dat zijn ze niet. Ze zijn hetzelfde als deze. Ik weet even niet waar ik die vandaan heb eigenlijk. Volgens mij waren deze vorig jaar niet bij de Big Bazaar, maar een andere doosje. Zoals die oude knetterlint. Zo'n soort doosje. Nou. Deze. Die komt van de Big Bazaar. Zat eventjes. Zo. Ziet wat beter. En deze. Komt uit het andere pakket. Ja, je ziet het niet heel goed. Maar in het echt lijkt ze echt best wel op elkaar. Die led is misschien niet zo. Maar die. Ja, achtergrond wel echt heel erg. Nou, ik ben benieuwd naar het resultaat. Wat me wel opvalt is dat hier in deze groenbloemen maar 1 gram zit. En in die andere 2 die ik net liet zien, zit dus 1,7 gram. Dus het zou best kunnen dat die van de Big Bazaar maar heel kort tollen. Maar we gaan het zien. Laat eens weten of jullie ook een compilatie van de Big Bazaar collectie willen zien. En dan was dit de video. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Later.